een gecoördineerde aanpak tussen NCCR, NMA en andere instanties is ingezet om het milieuprobleem in het Stuwmeer te onderzoeken. Het gebied is afgezet en bewoners mogen voorlopig geen water gebruiken. NCCR en NMA nemen maatregelen en volgen de situatie in overleg met het Openbaar Ministerie OM. Minister Albert Ramdin was eregast bij de viering van de 60ste verjaardag van het IDEASE iTech-programma, georganiseerd door ambassadeur Subhash Gupta. Tijdens het evenement werd de samenwerking tussen India en Suriname benadrukt, met speciale aandacht voor capaciteitsopbouw en de groei van India. Ramdin prees de Indiase steun tijdens COVID-19 en benadrukte de uitbreiding van de samenwerking op strategische gebieden zoals ICT, klimaatverandering en gezondheidszorg. Hij riep Surinaamse professionals op om iTech verder te promoten. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een monitoringteam ingesteld om de naleving van afspraken met de veiligheidsbonden te controleren. Het team, geleid door presidentsadviseur Humphrey Chinlipsi, werd gevormd op 17 september 2024. Er zijn achterstanden ingelopen en middelen zoals groeisel en brandstof zijn vrijgemaakt voor het KBS. De president is tevreden met de samenwerking tussen de regering en de leveranciers en benadrukt het belang van veiligheid en normalisatie van de dienstverlening.